De huizenmarkt is de afgelopen jaren flink door het dak gegaan. Zo ook hier in Oostenrijk. De markt is krap en elk kanton heeft zijn eigen regels. Mag je bijvoorbeeld verhuren? Mag je hier permanent verblijven? Ja, dit zijn natuurlijk allemaal zaken die je van tevoren goed wil weten. Ik ben uitgenodigd door de Alpin Family en ik verblijf in Glenba Avenida. Ja, dit ziet er natuurlijk prachtig uit, maar ik kom hier om een andere reden. Het nieuwe project de Gasthaus LMC. Maar dat is nog in aanbouw. Morgen laat Ralf mij het zien, samen met Marielle. Maar vanmiddag is het eerst tijd voor actie. Weer of geen weer, zomer of winter, er is genoeg te beleven hier in de omgeving. En daarom ga ik vandaag quad rijden. Ik ben bij Glammy Offroad Park en het is gewoon tijd voor actie. Hallo! Hallo Sanna, ik heb kleding voor dich. Oké. Dank je. Alsjeblieft. Zo. Hallo. Hallo. Take a seat. Yes. You have the back brake here on the left-hand side, front brake and acceleration. You can start the quad here and pull the back brake exactly, and then you push the starter. That's easy. That's easy. Yes. And you're ready to go. Okay. For next level? Absolutely! That's your next level now. This is next level. Jump on, mainly same thing as we did already. Je hebt gewoon het idee alsof je op een soort van dubbele motor zit en mega snel. Oh, die kleintjes leken sneller te gaan, Sanne. Maar dit ziet er wel stoer uit. Maar genoeg geavonturierd, je wordt verwacht in Zell-am-Zee. Alpin Family timmert in Oostenrijk al jarenlang flink aan de weg, letterlijk en figuurlijk. Met al 18 resorts en designhotels in hun portfolio verrijst hier, midden in Zell-am-Zee, het nieuwe Gasthaus, waar nog appartementen te koop zijn. Maar hoe zit dat nou precies met een vakantiehuis kopen in Oostenrijk? Ralf en Marielle, we staan hier eindelijk, Gasthaus Zell-am-Zee. Hoe zit het hier nou, Marielle, met de wet en regelgeving? Want kan ik dit nou zien bijvoorbeeld als een second home? Nee, je kan het niet onder de zweitwoonsits noemen. Het is echt een investering. Je koopt dit met oog op rendement. En dat betekent niet dat je geen vakantie mag houden hier. Je mag hier gerust komen, je bent welkom. Maar nogmaals, het is een investering. Wat maakt het dan zo interessant juist voor Nederlanders om hier in Oostenrijk te investeren? Nou, het heeft zo fiscaal een paar voordelen. En één daarvan is dat je geen vermogensbelasting hier betaalt. En ja, dat werkt natuurlijk weer door. Ja, Ralf, ben je trots op dit kindje? Ja, we zijn nog wel zwanger, maar het begint wat te worden. Ja, het begint zeker wat te worden. Nou, zie ik, als ik hier zo kijk, denk ik, oh, dat is misschien nog een mooie unit en dit is een mooie suite, maar wat komt er nou precies? We hebben hier totaal 56 units, variërend van hotelsuite, hotelkamer tot appartementen en penthouses met 1, 2 of 3 of 4 slaapkamers. Maar dit is ook een echt apart hotel met volledige hotelvoorzieningen en faciliteiten. En het ligt op een A-locatie. Ja, we zitten hier midden in het centrum van Zell-am-Zee. Daarachter zijn de bars, winkeltjes, restaurants. Daar is de berg met in winter de skipiste, skilift. En in de zomer kun je er lekker wandelen. En daar is het meer. Ja, dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar dan denk ik, Marielle, is er nog wel iets te koop? Ja, nog een paar. Er zijn nog zo'n 6 appartementen beschikbaar of studio suites. Variërend van net onder de 2 ton tot zo'n 4,5 ton. En wanneer is de opening? Voorjaar 2023. Nou, feestje? Ja, natuurlijk. Ja, nou daar wil ik bij zijn hoor. Zijn al deze mannen hier ook bij dan? Ja, iedereen is uitgenodigd voor ons feestje. Nou, je hebt het gehoord. Feestje! Het voorjaar 2023 komt sneller dan je denkt. Het einde van de Oostenrijk-trip ook trouwens. Hup, naar het station, Sanne. Hoe vaak ik hier ook geweest ben, Oostenrijk blijft mij verbazen. 'S Winters het geluid van de knapperige sneeuw en zomers ja, de uitgestrekte groene weilanden en de hoge almenweiden. Ik snap wel dat toeristen hier graag komen. Ja, en het is gewoon interessant om hier te investeren in vastgoed. Nou, wil je meer informatie over de Gasthaus Zell-am-Zee? Neem dan even een kijkje op onze site rtl.nl/wayofliving. Nou, ik hoop dat die op tijd is.